Tot slot nu de Zeeuwse veerpont van Vlissingen naar Breskens. 20 minuten doet hij erover en een kleine 1000 mensen kunnen er mee. Volgende week vaart hij voor de allerlaatste keer. Net als die van Kruiningen naar Perkpolder trouwens, want ook die gaat uit de vaart. De veerdienst in Zeeland wordt voor altijd gestaakt. Wie naar Zeeuws-Vlaanderen wil, moet onder het water door. Goedemorgen. Welkom bij de IC-lijn van de provinciale stoomboordiensten in Zeeland. Met ingang van 15 maart 2003 worden de provinciale stoomboordiensten opgeheven. Voor verdere actuele informatie, kiezen 1 voor afvaarten op de lijn Vlissingen-Breskens. Kiezen 2 voor afvaarten op de lijn Kruiningen-Perkpolder. Kiezen 3 voor standaardtarieven. Al 175 jaar lang maken de veerboten deel uit van het Zeeuwse landschap. Generaties lang heeft de boot miljoenen mensen overgezet. Binnenkort is dat verleden tijd. We zijn nu in de salon. En dit gedeelte is de niet-rooksalon. Dat wordt automatisch afgezogen. En dat is dus zogezegd de salon aan de Breskense kant. Dus de salon op het voorschip. Lopen even een stukje door, komen we langs het buffet. En dan kunnen we zo even verder kijken. Wim Leys, gepensioneerd zeeman, voer zijn leven lang op de Westen. Van Kruiningen naar Perkpolder, van Vlissingen naar Breskens en weer terug. 8 keer op een dag. 37 jaar geleden begon hij als matroos om bovenop de brug te eindigen als kapitein. Ik was zonder meer een echte Zeeuwse kapitein, want ik ben dus aan de Westerschelde opgegroeid. In Hoedekerskerke. En vroeger hadden we dus die veerdienst de neus in Hoedekerskerke. Om de 2 uur kwam dat bootje daar binnen. Ja, als ik maar even een vrij moment had, dan was ik daar aanwezig. Als dat bootje binnenkwam en dan wachtte ik weer om naar huis te gaan totdat hij vertrokken was. En toen dacht ik al, dan was ik nog maar een heel klein ventje, als ik daar nu later eens op mag varen. En dat is dus gebeurd. Maar goed, gevaren wordt er nog maar een dag of 10. Onder water ligt de toekomst, de Westerschelde-tunnel. Hoe anders was het 40 jaar geleden? Zo staan elke dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat tientallen auto's te wachten om met het van de provinciale stoomboodiensten in Zeeland over de Westerschelde te worden gezet. Hier in Vlissingen varen de boten elk uur naar, zoals de zeeën zeggen, de overkant. Het kaartjes kopen en de controle gaan snel. Nergens hoeven de chauffeurs de auto meer uit. Kijk, we komen hier op een promenadedek. Het is hier natuurlijk goed toevoer, heerlijk in het zonnetje. En ook, u ziet het, de reddingsmaterialen die hangen hier zo. Daar zijn we rijk mee bedeeld. Het schip dat mag 1000 passagiers vervoeren. Maar we hebben altijd 1250 zwemvesten aan boord. De provinciale stoombootdiensten. Bijna 2 eeuwen hebben ze heen en weer gevaren. Allerlei soorten schepen voeren op wat een van de vaartroutes ter wereld mag worden genoemd. Wim Leys bladert door een van zijn vele fotoalbums. Dat is een van de eerste schepen die hier gevaren heeft. En op dit scheepje, dat is foto is genomen voor de haven van Terneuzen, heb ik dus 14 dagen als matroos ingewerkt en later ruim 3 jaar als stuurman dienst opgedaan. Dit was voor mij het mooiste scheepje waar ik eigenlijk ooit op gevaren heb. Ik ben kapitein Paardenkoper. Sinds 1970 in dienst van de provinciale stoomboordiensten. De nostalgie van dit werk is verdwenen. Kapitein Paardenkoper is een van de weinige zeelui die ooit als bemanningslid van een veerboot een aanvaring meemaakte. Ik vertelde nog tegen de kapitein, ik zei, we komen een beetje dicht bij de boei van Breskens en dan hoorden we eigenlijk niet te zitten.
Ja, hij zegt, ik heb net een schip op de radar en die wil ik laten voorbijgaan, die wil ik passeren. Tot op een gegeven moment, we stonden daar eens uitkijken, matrozen mij en ik voor het raam ook, vertelde hij, daar komt een schip aan, pas op, zet je schrap. Mijn dochter bij ons zei, wat gaat er nu gebeuren? En zo doemt er uit de mist een schip op wat voor anker lag en daar kwamen wij midschips tegen aan. Ja, wat doet het je? Het doet heel veel natuurlijk. Het is duidelijk. Dit is een grote concurrent van mij natuurlijk. Hè? Zeeland zonder veerdiensten, dat zal toch wel even wennen zijn. Begin jaren 90, tijd gekomen voor een tunnel. Een groots plan wordt ontwikkeld. De zeeuwen worstelen vanaf nu niet langer om naar boven te komen, maar boren onder de waterspiegel een 6,5 kilometer lange verbinding. We zijn met Wim Leys in die tunnel. De verwondering is groot. Ik heb 37 jaar over de Westerschelde gevaren en nu rijden we er onderdoor. Nu is het water dus boven ons, in plaats van wij boven het water. Ik vind eigenlijk Zeeland niet meer zonder veerdienst. Kijk, daar is natuurlijk een gedeelte van die vrachtwagenchauffeurs ook die zeggen, ja nee, maar ik hoef niet meer op die boot te wachten en ik kan dadelijk door die tunnel rijden maar jongens. Maar het grootste gedeelte, en daar ben ik gewoon van overtuigd dat het grootste gedeelte is, die dat toch enorm zal missen en die dat nu eigenlijk al een klein beetje in gaan zien. Op gemakje een bakje drinken of een bakje soep en een broodje. Het is toch even voor die mensen een rustpunt. De veerboot. Een moment van rust of hinderlijke vertraging. De komst van de tunnel is niet van vandaag of gisteren. Het is een langlopende discussie geweest. Vrachtwagenchauffeurs hadden in de jaren 60 al een vooruitziende blik. Wat ziet u voor verbetering in deze veerverbinding? Nou, als die dubbeldekkers de vlag zijn, die veerponten aan die nu komen, dan kan het voor ons verbeteren. Of de uitkomst is eigenlijk voor ons een brug of een tunnel. Wat ziet u dan als oplossing? Een vaste oeververbinding. Boven of onder water? Nou, dat is moeilijk precies te zeggen. Ik zou wel liever boven water blijven, maar ja. Het enige wat er dus blijft is een fietsvoetveer aan Vlissingen-Breskens. Maar als ik dit nu zo bekijk, ja, dat is echt een gigantisch bouwwerk. Onvoorstelbaar. Ik heb één keer in die 37 jaar heb ik het verslapen. Eén keer. Dus ik denk dat meevalt. En ja, toen hebben we gelijk een telefoontje gedaan naar de wal. Die zei me dat ik een uur later kom, want ik haal het niet meer. Zonder meer niet. Het is heel typisch. Toen ik hier gesolliciteerd had in 1962, toen zei mijn vader, jongen, wat moet je daar gaan doen? Dadelijk ligt er een tunnel of een brug of wat en zo. Maar het zal toch binnen 3 weken eigenlijk de waarheid zijn. Wat is voor u Zeeland zonder veerboten? Ja, dat is een vraag. Dat is natuurlijk als de paus zonder Rome. Niet dat ik nu zo katholiek ben, maar de veren horen bij Zeeland, vind ik. We zagen een bijdrage van Leonard Ornstein en Harro Brouwer. 1 nuance moet ik nog wel maken. 1 troost is wat ons rest. De veren voor auto's gaan dan uit de vaart, maar fietsers en voetgangers zullen per pont de Westerschelde bij Vlissingen kunnen blijven oversteken. Dit was Netwerk. Morgen zijn we er weer. Voor nu dank voor het kijken. Goedenavond.